kent het probleem vast wel. Het is ontzettend warm buiten. We hebben nu op dit moment een hittegolf. Het kan volgende week tot wel 40 graden worden zelfs. En iets waar ik altijd heel veel problemen mee heb, is dat je het zo benauwd hebt in de dag. En vooral in de nacht, als je niet kan slapen. Dat je gewoon urenlang wakker ligt omdat het zweet over je voorhoofd ruikt. Nou, vandaag gaan we je een aantal tips geven hoe je het best verkoeling kan zoeken en hoe je het beste de nacht doorkomt in dit warme weer. Kijk maar eens mee. Als je het nou echt bloedheet hebt, dan kan je het beste bij jezelf beginnen. En dat is heel erg eenvoudig. Wat je namelijk moet doen, is even je pols onder de kraan houden. Want op je pols is je huid heel erg dun. En als je dat 10 seconden onder de ijskoude kraan houdt, dan verlaag je je lichaamstemperatuur een klein beetje. Het werkt trouwens niet alleen bij je pols, overal waar je huid dun is. Dus als je een voetenbadje hebt, doe dan je voeten eronder. Want de bovenkant van je voet heeft ook een dunne huid. Je nek werkt ook heel erg goed. Nou, zo simpel is het, ik doe het even voor. Een hele koude kraan, het is allerkoudst. Dan gewoon even je ondermidden polsen. Er loopt gewoon meteen ook een rilling over mijn rug. Serieus, het is geen geintje of zo. Nice. Oké, dit is dus een hele snelle manier om het al iets koeler te krijgen. Gaan we nu naar de volgende tip. In Nederland hebben we natuurlijk maar een aantal weken in het jaar mooi weer. En het heeft dus helemaal geen zin om daardoor een ontzettend dure airco aan te schaffen. Het is ten eerste hartstikke duur, de onderhoudskosten zijn duur. En je hebt het inderdaad, zoals ik net al zei, heb je het maar een paar dagen in het jaar echt nodig. Het enige wat je nodig hebt is een ventilator en een bakje met ijs. Wat je doet, je richt gewoon op de plek waar je het verkoeld wil hebben. Wat thuis meestal naar jezelf toe is, zeker in de nacht als het heel erg warm is. Leg een bakje ijs neer, zet de ventilator aan. En de koude lucht van het ijs zal zo in je gezicht geblazen worden. Zodat je eigenlijk een hele goedkope airco zelf op je kamer hebt. Wat je trouwens ook kan doen, is in plaats van een bakje met ijs, gewoon 3 flesjes vullen met water. Doe er een klein beetje zout bij en vries het in. Op het moment dat de flesjes stijf bevroren zijn, zet je het gewoon voor je ventilator neer en richt het op jezelf. Dan heb je nooit meer de last van een hele hete nacht. Nog een groot voordeel van met de ventilator slapen in de nacht in je kamer is op het moment dat je de stand wat hoger zet en je blaast op je gezicht, dat de muggen die bij jou in de buurt komen, die worden weggeblazen door de wind van de ventilator. Dat is ook een van de redenen waarom ik persoonlijk nooit last heb van muggen in de zomer, omdat ik gewoon altijd een ventilator op mijn kamer heb. Midden op de dag, de zon staat vol op het huis. En heb je nou een plat dak, dan heb je een extra probleem. Want dat zorgt ervoor dat je kamer echt belachelijk heet wordt. Je kan je heel makkelijk verkoelen door er gewoon even een straal op te zetten met de tuinslang. Even kijken of dat lukt vanaf hier. Het is eigenlijk heel erg simpel. Een plat dak reflecteert heel weinig zonlicht. Dus het absorbeert meer de warmte dan dat het wegstoot. Als je het dan verkoelt met water, dan zorg je ervoor dat het koeler wordt van binnen. Oké, en tenslotte, dit is altijd een beetje moeilijk. Wanneer kan je nou wel je ramen openzetten en je deuren en wanneer nou niet? Kijk, als je dat overdag zou doen, dan wordt het echt bloedheet van binnen. De zon is fel aan het schijnen en al die warmte gaat zo naar binnen toe. Dus wat zijn de regels hiervoor? Eigenlijk heel erg eenvoudig. Zet je ramen en deuren zo vroeg mogelijk in de ochtend even open. Dus echt niet meer na 9 uur 's ochtends, want dan begint het al warm te worden. Zet die maximaal een uur open. En het liefst 2 ramen die tegenover elkaar zijn. Dan krijg je namelijk tocht. Nou, dan is al die warmte in één keer weg. Als je nou van het late opstaan bent en denkt van, nou, ik doe het wel in de avond. Kijk je dan ook mee uit. Doe het als het gaat schemeren. Want als de zon ondergaat, dan verkoelt de aarde heel erg snel. Maar je wil natuurlijk niet dat de muggen naar binnen komen. Dus eigenlijk heel erg eenvoudig. Dus eventjes kort samengevat. Doe of heel vroeg in de ochtend je ramen en deuren open. Laat dan de rest van de dag je ramen en deuren echt potdicht. En het liefst ook de gordijnen dicht. En als het dan weer gaat schemeren, kan je ze weer even open doen. Zorg er dan wel natuurlijk voor dat het weer helemaal dicht is als het pikdonker is buiten. Want je wil niet dat al die muggen bij jou naar binnen komen. Dit waren de tips hoe jij verkoeld door de warme dagen heen komt. En we hebben nog een kleine mededeling. En dat is namelijk dat we met Handig nog iets extra's gaan doen. Van ons krijg je al iedere week de meest handige tips. Maar we gaan nu ook producten voor je uittesten. En dat zijn echt, kan echt van alles zijn. Heb je nou zelf een product waarvan je denkt van, ik zou het wel willen aanschaffen, maar ik weet niet of het nou echt zo werkt als dat ze zeggen. Laat het ons even weten en dan gaan wij die ook voor jou uittesten. En vond jij deze video nou handig? Geef er even een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!